Rustig, rustig rijden, rustig rijden. Kijk uit, pas op voor die drempel. Auto een beetje rechts blijven, ja, zo is het goed. Ja, pas op hoor. Ja. Oh, voorzichtig, pas op. Rustig rijden. Het is geen geheim dat jongeren vaker bij een ongeluk zijn betrokken dan volwassenen. Dat is nou eenmaal zo. Maar hoe komt dat eigenlijk? Heeft dat te maken met ervaring? Of zijn er misschien nog andere dingen bij betrokken? Dat gaan we vandaag eens uitzoeken. Eerst even iemand bellen die me komt ophalen. Jongen. Ik zit weer eens bij iemand in de auto hoor. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ja? Absoluut. Ouderen zijn even goed onoplettend dan wij, als wij dus, ja. Ik heb geen idee, want ik rijd al heel lang geen auto meer. Mijn dochter gaat nu de rijbewijs halen en ik heb daar heel veel vertrouwen in. Het is ervaring. En die ervaring die doe je op, van de fouten leer je. Zo gaat het meestal. Zo Michael, dankjewel dat je me hebt opgepikt. Ja, goed man. Het was een heftig ritje, zou ik maar zeggen. Ja. Jij bent directeur van een verzekeringsbedrijf, gespecialiseerd in auto's. Je weet dus alles van ongelukken en de cijfers daarvan. Ja. Welk gedeelte van de jongeren is nou eigenlijk betrokken bij ongelukken in Nederland? Een kwart van het aantal ongevallen wat jaarlijks plaatsvindt wordt veroorzaakt door jeugdbestuurders. Dus door mensen onder de 25 jaar. En welk gedeelte van de weggebruikers maken ze uit? Ja, dat is maar 8%. Dat is dus helemaal niet meer in balans. Nee, het ligt totaal niet in verhouding met elkaar. Nee. En waar komt dat nou door? Heeft het te maken met ervaring of iets anders? Ja, dat heeft deels natuurlijk met ervaring te maken. Ze moeten ook al leren rekening houden zeg maar, met medeweggebruikers. Al voor ons is dat al lastig, zeker, als ouderen. Ja. En de hersenen zijn dus gewoon nog niet voldoende ontwikkeld. Ja. En die kunnen dat nog niet allemaal goed verwerken. Terwijl ik dacht dat het vooral te maken had met stoer doen, hard rijden, laten kijken hoeveel pk een auto heeft, dat soort dingen. Maar dat blijkt dus wel mee te vallen. Nee, dat is inderdaad het algemene beeld, maar dat klopt niet. Nee. En het is eigenlijk natuurlijk ook niet helemaal eerlijk, want volwassenen hebben nou eenmaal meer kilometers gemaakt dan jongeren. Ja, dat klopt. Ja, ervaring speelt natuurlijk een enorme grote rol. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe meer ervaring je hebt, hoe minder ongevallen. En daar wil ik je nou graag meer over vertellen op kantoor. Oké. Tot verder Bas. Ja, dankjewel. We hadden het er al even over, je hebt een verzekeringsbedrijf. Maar op wat voor manieren kun je je auto eigenlijk verzekeren? Nou ja, goed, je kunt je auto verzekeren op basis van het aantal schadevrije jaren wat je op hebt gebouwd. Mm-hmm. Daar krijg je korting voor. Dat is bekend. Maar je kunt ook je auto verzekeren per kilometer. Het verzekeren op basis van schadevrije jaren, dat ken ik. Maar op basis van kilometers, daar had ik nog nooit van gehoord. Nee, bij de meeste verzekeraars is het zo dat een klant kan kiezen eigenlijk in vastgestelde kilometrages. Tussen bijvoorbeeld 12.000 kilometer per jaar of 20.000 kilometer per jaar. En daar wordt een bepaalde premie dan voor gerekend. Sommige verzekeraars maken daar helemaal geen onderscheid tussen. Dus die zeggen gewoon van nou, het is gewoon een eenheidsworst. Maar in Nederland is het zo dat de gemiddelde personenauto die rijdt 13.000 kilometer per jaar. Ja. Als die verzekeraar geen keuze biedt, dan betaalt eigenlijk de helft te veel en de andere helft te kort aan premie. Dat is dus eigenlijk niet helemaal eerlijk. En zo wordt er voor de mensen die wat minder kilometers rijden ten opzichte van het gemiddelde ook een oplossing geboden. Ja, maar goed, het hangt een beetje vanaf ook welke situaties ze verkeren. Maar dat kan inderdaad gunstig uitkomen. Kun je er eens een voorbeeld van geven op de computer? Ja, natuurlijk. Ik heb hier een nieuwe auto. En daar maak ik een premierekening voor bijvoorbeeld 15.000 kilometer per jaar. Mm-hmm. Gebaseerd dan op nul schadevrije jaren. En we wachten heel even tot het resultaat er is. Kijk, dan zie je dus dat bij het ene product betaal je €38. Oplopend zelfs tot €54. En dit is gebaseerd dus op 15.000. Als ik hem dan herbereken en ik zet hem bijvoorbeeld op 9.000 kilometer per jaar. Dat scheelt dan dus. Ik kies nu weer voor Orisk. Dan komt er uiteraard een premieverschil uit vandaan. En dan betaalt de klant €30,21. Dus het verschil daartussen, dat is het verschil naar aanleiding van het aantal gereden kilometers. Ja, maar hoe weet je nou hoeveel kilometer je rijdt? Want dat weet je toch niet van tevoren? Nou, echt, geloof mij, een consument die weet precies, die kan heel goed aardig inschatten hoeveel kilometers hij per jaar rijdt. Hm. En hij mag het ook tussentijds bijstellen. Ja, dus het werkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de energienota. Je betaalt een beetje bij of je krijgt het geld terug. Ja, precies hetzelfde. Je betaalt voor wat je gebruikt. We hadden het net in de auto over jongeren en ongelukken. Ze veroorzaken nou eenmaal wat meer ongelukken. Wordt er bij het afsluiten van een verzekering ook rekening mee gehouden? Die kilometerverzekering is niet echt bedoeld voor de jeugdbestuurder. Hm. Maar wij bieden het wel. We maken gewoon een vergelijking en tonen daarin ook gewoon de goedkoopste. Bij jeugdbestuurders is het zo dat er altijd een premietoeslag geldt. Ja. Bij de meeste verzekeraars die
die heffen gewoon een premietoeslag van zo'n 25%. En die vervalt eigenlijk als je 24 jaar wordt. Ja, dus na je 24ste, dan wordt die premie ook in één keer een stuk goedkoper. Het is dus een feit dat jongeren meer bij auto-ongelukken betrokken zijn vanwege hun hersenen die nog niet helemaal volgroeid zijn. Ja, dat is nou helemaal zo. Ik zal er in de auto maar niet over gaan beginnen. We zijn in ieder geval weer goed verzekerd. Hoi! Rustig, rustig, rustig!